Nou, Renault gaat natuurlijk voor een compleet nieuwe introductie van het hele gamma in één keer. Dat is redelijk uniek. Ik kreeg een bericht van, je wordt uitgenodigd en we willen wat nieuws laten zien. Nou, ik ben geïnteresseerd. Kom maar op. Ik ga me gewoon lekker verrassen. Laat me lekker soyeren met lekker drankje, lekker hapje. De eerste blik zählt en dat is ganz wichtig. Techniek en alles, dat is toch uiteindelijk wat de beslissing moet geven. En goed, of dat zo is, dat zal moeten blijven. Wat heel belangrijk wat ik vind namelijk is, niet alleen het uiterlijk, maar ook wat vooral binnenin zit voor de chauffeur eigenlijk. Ik wil de details wil ik zien. Om een keer te voelen, om een keer te ruiken, om een keer te ervaren. Dat is natuurlijk top of the bill. Hè? Dat is, iedereen zit erop te wachten. A very robust chassis, perfect handling, very accurate steering. Al met al het resultaat van creativiteit, passie en teamwork. Aerodynamic efficiency, so we are 12% more efficient aerodynamically. Eerlijk, degelijk en dat gecombineerd met een lage kilometerkostprijs. So 5% more fuel efficient, 12 degree A-pillar. Het weerspiegelt de identiteit van Renault Trucks. Een diamant die gaat schitteren als nooit tevoren. There's no stopping us now. Wat is uw overal gevoel over dit nieuwe product? Nou, dat is best wel goed. Ja, ik denk dat Renault best wel een goede weg ingeslagen is. Die ruimte hebben ze behouden. Ze hebben het toch heel anders ingedeeld. De buitenkant ook, de materialen die gebruikt zijn, de afwerkingen. Ik vind het top. Het is gewoon een stoere auto geworden. Helemaal compleet voor je? Compleet, helemaal gaaf, helemaal af. Ik zit er nu net in en het hele interieur, het is helemaal nieuw. Ja, het, fascinerend, prachtig. Ik, heel mooi. Ik ging met volle moed ging hierheen en mijn droom is eigenlijk tot nu toe wel uitgekomen eigenlijk. De grootte, de ruimte en de uitstraling, ja, het is echt iets heel anders dan wat ik nu heb, zeg maar. Het is, ja. Als chauffeur zeg ik, de zit is veel verbeterd, de stoelen zijn veel verbeterd, de bedden zijn prachtig, magnifiek en het comfort voor de chauffeur in de cabine is gewoon formidabel. Nou moeten we er nog een rijtest mee doen natuurlijk. Ik mag van mijn boekhouder pas volgend jaar een aanschaffen. Maar als u er eentje aanschaft? Dan wordt het er zo een.